Yo, welkom bij een nieuwe Clash of Clans video. Ik zie jullie na de intro. Zo, ik ben eindelijk bij een nieuwe video. Het is een tijd terug, maar ik heb vakantie, dus ik kan heel veel opnemen. En video's maken, livestreamen. Ik heb nog een week vakantie, dan ga ik nog op vakantie. Dus komen ook vakantievlogs. Nu zet ik even de screen recorder aan. 2, 1, staat die aan. Nice. En wat ik in alles heb geüpgraded. Ik heb echt heel veel geüpgraded. Zoals, ja, bijna alles. Boogschuttenstoren. Tovenaarstoren heb ik al helemaal max. Kanonnen heb ik max. Ik kan bijna naar status level 10. Nee, naar status level 11. Ik kan bijna naar status level 11. Dus dat is ook wel super handig. Alleen ben ik mijn heldin aan het upgraden. Dat is wel mooi. En ik kan nu nog iets upgraden. Even kijken. Wat zal ik upgraden? Ik moet ook nog wel meer duister hebben, maar daar heb ik nog niet genoeg voor deze. Maar ik kan ook meteen deze inzetten en dan dat upgraden. Maar dan denk ik dat ik deze doe, ja. Deze is nog level 1, dus dan doe ik deze ook nog. 3, 2, 1, lekker upgraden. Nice. Die is naar level 2 gebracht en moet zeker nog een keer geupgraden worden. Ja, zeker nog een keer. Clash of Clans is een spel dat je echt super veel moet doen. Je moet er echt veel doen. Je moet veel tijd aan in besteden. En ik kan nu deze upgraden, ga ik ook doen. En ik heb een boekje. Oh, dus kan ik hem ook meteen upgraden. Ja, dat wist ik niet. Dat wist ik echt niet. Dus nu is die max level, level 7. Nice. Nu heb ik bijna alles max. Alleen deze nog, naar level 4. Ik weet niet tot hoe hoog die duistere spreuken kunnen. Maar deze zijn al max naar level 3, naar level 7 en naar level 7. Dus dat is mooi. En de clanwacht. We zitten nu in de clanwacht. Dus dat is wel mooi. We staan ervoor. Met 19 punten staan we voor. Dus ik heb aangevallen. Kijk, dat kan je beter hier zien. Ik heb aangevallen, ik met mijn andere account, nog twee accounts en nog een account. En Siem heeft aangevallen en Keizer B heeft aangevallen en It's Maze. Dat was ook al een mooie aanval. Dan zullen we even It's Maze aanval kijken. Hij plaatst de reuzen en de tovenaars. Maar wat ik al zei tegen It's Maze, dat hij gewoon eerst de klein kasteel moet lokken, wie weet. Zit hier een klein kasteel troepen in, dan moet je hem wel zeker weten lokken. Want anders, anders word je meteen aangevallen door al die klein troepen. Maar hij heeft 100% gehaald, dus dat is ook wel heel mooi. Zo kunnen wij ook makkelijk de klein overwinnen. Zo, dat was die aanval. We hebben ook een nieuwe leden erbij. We hebben 49 leden. Dus als jij wilt joinen in deze clan, laat weten in de reacties. En misschien mag je wel joinen. En ik ga ook proberen vaker te livestreamen. Dus vonden jullie deze korte video leuk? Ik heb eigenlijk niet veel te doen op Clash of Clans. Dus zeker een blauw duimpje, doe zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer. Dan zie ik jullie tot de volgende keer.